In Den Haag worden levende krabben en kreeften verkocht voor consumptie. Het lange en vrede transport, het bewaren van levende dieren in een tank, het doden van dieren door amateurkoks of het levend koken, het brengt allemaal ernstig dierenleed met zich mee. Dieren worden zo blootgesteld aan ernstige en langdurige stress en pijn. Tijdens de minutenlange doodstrijd in het kokende water probeert het dier te ontsnappen. De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan deze praktijken. Wij vragen het college te pleiten voor landelijke regelgeving. Maar tot die tijd willen wij dat de gemeente in gesprek gaat met de ondernemers die nu nog levende krabben en kreeften verkopen.